Hij speurde 412 schoolboeken door en zag meer dan 5000 foto's. Dat leverde hem niet alleen een prachtig proefschrift op dat hier op tafel ligt, maar ook een reizende beeldbank en een wekelijkse column. Vandaag neemt hij ons mee in de wereld van de beeldvorming en de blunderende beeldredacties. De Rotterdamse Hans Aarsman, Martijn Kleppen. Je zucht een beetje, Hans Aarsman. Nee, geweldig. Compliment. Voor mensen die hem niet kennen. Columnist, nou, fotograaf voornamelijk. En heeft een wekelijks column in de Volkskrant op vrijdag, waarin hij eigenlijk prachtig één foto ontleedt. Die staat als een spread in de krant. En hij speurt eigenlijk die foto af naar details die wij niet zouden opmerken. Ja, dus echt een hele kritische kijker van fotografie. En die helpt je eigenlijk naar die foto. En af en toe dwalen zijn gedachten een beetje af. Van, goh, wat gebeurt daar? Ja, geweldig, echt inspirerend om te zien hoe je foto's kan analyseren. Ja, dat soort speurtochten verricht jij ook op een iets andere manier. Daar komen we zo over te spreken. Maar eerst over jouw proefschrift. Het gaat over kanonieke icoonfoto's. Kun je uitleggen wat een icoonfoto is? Ja, dat kan ik. Ik denk dat ik het kan, want het is nogal een lastig woord. Dat bleek net ook bij het praatje over de stedelijke iconen. Het begrip icoon is een heel lekker woord of zo, weet je, dat het bekt lekker en het lijkt ook wel alsof we allemaal weten, dat is een icoonfoto, dat meteen duidelijk is wat het is. Maar eigenlijk is dat het denk ik niet. Nou, laten we even een paar voorbeelden langs wandelen en dan kun jij ondertussen uitleggen wat nou daar iconisch aan is. Oké, prima. Nou, wat je vaak ziet bij icoonfoto's, ik onderscheid eigenlijk een aantal lagen waarin icoonfoto's de kenmerken kunt structureren. En een daarvan is het beeld zelf. Wat staat er nou op het beeld? Hoe is die foto gefotografeerd? En wat betekent het nou? Dus je hebt feitelijk het beeld en dus in dit geval zit een bepaalde dynamiek in deze foto. Het is een foto uit 1945 op het eilandje Iwo Jima. Daar zie je Amerikaanse soldaten die de vlag in de grond steken nadat ze dat eilandje overwonnen hebben. En wat deze foto heel mooi laat zien is de symboliek die erin zit. En dat is een ander kenmerk van icoonfoto's. Je ziet iets, maar eigenlijk zie je veel meer dan wat wij feitelijk zien. Zodra we weten waar die foto voor staat en waar die naar kan verwijzen. En in dit geval is een foto die gemaakt is en waarbij je de vlag weer omhoog ziet gaan. En dat is eigenlijk weer de wederopstanding van Amerika. Die behoorlijk vernederd waren na het bombardement op Pearl Harbor. En hier zie je weer die vlag gaat omhoog en die dynamiek waardoor die symboliek van de vlag gaat weer in top. En dus zijn we er weer bovenop. En met name die symboliek, dat is iets wat heel sterk in icoonfoto's zit. Naast het feit dat er heel vaak... Laten we er even een paar zo, als ik zou kunnen swipen, zou ik het doen. Maar we hebben er een paar die er voorbij komen. Ja, dit is ook één. Dit is toch een napalmmeisje. Tenminste, wordt in de fotografie ook wel genoemd. Een meisje wat naar je toe komt rennen. Vluchtend voor een bombardement van napalm. Wat daarachter achter is gebeurd. Aangrijpende foto. Je hoort het hier in de zaal ook altijd meteen. Dat mensen aangegrepen door zijn. Dat het meisje bloot is. Maar wat ook wel aardig aan deze foto is... Is het dat het meisje de armen gespreid heeft. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen zien als een verwijzing naar een Jezus-afbeelding of een Christus-afbeelding. En dat is weer een ander kenmerk van icoonfoto's, dat ze vaak verwijzen naar andersoortige foto's of hele andere iconografie in de kunsten, en met name de kerkelijke kunst. En dat zou je in deze foto kunnen zien, zodra je enige kennis hebt en zodra je dat soort beelden in je hoofd hebt. Laten we een aantal even snel doorheen. Ja. Ze zijn hele... Ja, om hier nou snel doorheen te gaan, dus voel ik me ook alweer een beetje een brute eikel. Maar, ja. En waar we uiteindelijk bij uitkomen is namelijk... Want deze beelden, even om aan te geven... Wat zijn nou icoonfoto's? Zijn de Nederlandse icoonfoto's? Want uiteindelijk heb je daar het meeste onderzoek naar gedaan. Ja, snel. Ja. Ja, sorry. Nee, prima. De Nederlandse icoonfoto's die jij een prominente rol hebt toebedeeld in jouw proefschrift. Dat zijn er twee. Dan beginnen we met Pieter Jelle Stroelstra. Voor de mensen die de foto niet kennen, schets even een achtergrond. Nou, Pieter Jelle misschien, zullen we even een peilingje doen trouwens? Ja, ik zeg wel voor de mensen die hem niet kennen, maar wie kent deze foto? Ja, dat zijn de mensen die mijn proefschrift gezien hebben. Ja. Wie kent Pieter Jelle Stroelstra? Dat is eigenlijk een andere vraag. Oh, dat zijn er wel weer een hoop. Oh, dat is wel interessant. Oké. Schuift dit alle conclusies van tafel? Nee, natuurlijk niet. Zeg, kom nou. Ja, ik moet nog promoveren, hè, dus ik moet het een beetje onder pet houden. Nee. Pieter Jelle Stroelstra was een voorman van de Socialistische Partij, de SCP. Ook een journalist was het en een dichter. En we kennen hem eigenlijk vooral van een revolutiepoging in 1918 die hij gedaan heeft. Waarbij hij de revolutie in Duitsland wilde volgen en ook in Nederland navolging wilde laten hebben. Hij hield er een toespraak over hier in Rotterdam en in Den Haag.
En eigenlijk vaak als het over Troelstra gaat, gaat het over die revolutiepoging. En met name dat die mislukt is. Dat is een beetje het beeld als het over Troelstra gaat. En deze foto wordt er vaak bij gezet. Maar dit is niet in 1918. Deze foto is in 1912. Want Troelstra staat weliswaar bekend voor zijn revolutiepoging. Maar hij heeft zich ook heel erg ingezet voor de strijd voor het vrouwenkiesrecht. En wat we hier zien is Troelstra die een toespraak houdt op een manifestatie in Den Haag. Waarin vrouwenkiesrecht wordt bepleit. Dus het is een hele duidelijke poging om vrouwenkiesrecht doorgevoerd te krijgen. Dus deze is 6 jaar eerder. Totaal ander verhaal. Maar toch zien we heel vaak gebruikt worden voor die revolutiepoging. Ja, hoe wordt zo'n Nederlandse foto een icoonfoto? Want je hebt de schoolboeken, ben jij ingedoken? Ja. Nou, dat is een goeie. Hoe wordt iets een icoonfoto? Dat is een beetje dezelfde vraag van hoe wordt een film een blockbuster? Ja, ik heb daar geen recept. Ik heb wel idee, maar ik heb geen kant-en-klaar recepten voor. Maar wat ik wel heb gezien is dat een van de kenmerken van icoonfoto's dat die heel vaak gepubliceerd wordt. Nou, dan krijg je de vraag waarom wordt een foto heel vaak gepubliceerd? Nou, en daar heb ik heb met vrij veel redacteuren van schoolboeken gepraat. En daar zie je wel een interessant proces. Want wat zij eigenlijk zeggen van, nou ja, weet je, ik moet een tekst schrijven en daarna moet ik een plaatje erbij zoeken. Want dat doet die redacteur, dat is diezelfde redacteur die dat doet. En die zegt, ja, daar heb ik niet zoveel tijd voor. Dus ik zit gewoon achter mijn computer en zit te denken, oké, Pieter Jelle Stroestra, wat voor beeld heb ik van Jelle Stroestra? Oh ja, ik heb wel zo'n mooie foto gezien dat hij met zijn vuisten gebald staat. Toen loop ik even naar Google, zoek die foto op. Hey, daar hebben we hem, ik stuur hem door naar de uitgever en die foto komt erin. Dus daar zie je dat persoonlijk geheugen een hele belangrijke rol speelt. Eigenlijk bij alle beelden die we zien. Ook beelden die nu in de krant staan en op websites, maar zeker ook bij historische beelden. Dus dat het persoonlijke beeld dat we hebben bepaalt heel erg de keuze voor foto's die in schoolboeken terecht zijn gekomen. En dan is de vraag, hoe komen die foto's in hun geheugen? Want dan krijg je een beetje zo'n kip-en-ei verhaal. Nou, daar zijn allerlei redenen voor. Er zijn allerlei redenen waarom een foto vaak gezien wordt. Maar een van de redenen waar ik wel denk ik wel achter ben gekomen, is dat de mensen op de foto vaak een hele belangrijke rol hebben gespeeld bij het vaak gepubliceerd laten worden van die foto. In ieder geval in de twee foto's die ik onderzocht heb. Dus dat is deze en die van Dolomina. Daar komen we denk ik zo nog wel. Ja, kunnen we er wel even bij pakken ook. Dit is ook een, nou, dit is een weekend deze. Ja, goed zo. Wat je ziet bij zowel deze foto als van Troelstra is heel interessant dat ze allebei behoorlijk gecharmeerd waren van die foto. In het geval van Dolomina, dit is een foto van een paar uur voordat zij een gynaecologencongres binnenvielen en een buik ontbloot en de tekst baas in eigen buik lieten zien. Dolomina was zelf heel erg gecharmeerd van die foto. Zo sterk zelfs dat ze die op foldertjes gingen drukken, in hun eigen jubileumboek hebben geplaatst. Ze gingen andere posters maken die daarnaar verwezen. En op die manier hebben ze eigenlijk hun beeldvorming geprobeerd in eigen hand te houden. En daar behoorlijk goed in gelukt, want die foto wordt nu nog steeds heel vaak geplaatst. Bij Troelstra zie je eigenlijk dat hetzelfde gebeurd is. Die was ook gecharmeerd van die foto. Die heeft hem ook op kaarten laten drukken. Heeft hem in zijn autobiografie een prominente plek gegeven. Toen hij overleden was, is de krant waar hij heel lang hoofdredacteur van was geweest, had deze foto op de voorpagina. Dus hij heeft ook echt zijn best gedaan om dat beeld, wat hij van zichzelf, want blijkbaar vond hij dit een mooie foto, hoe hij zichzelf wilde representeren, heeft hij echt geprobeerd te bepalen. Alleen hem is het minder goed gelukt. Ja. Hij is gewoon ingehaald door de herinnering aan zijn persoon, die een loopje neemt eigenlijk met deze foto. Ja. Nou, als we even sprong maken naar de actualiteit, dan gaat er nog wel eens wat fout. Je gaf net het beeld van iemand die bij een schoolboek maakt en die even een foto, even een plaatje bij een praatje moet zoeken eigenlijk. Daar geef jij in je column actuele voorbeelden van. Laten we er even een paar langs lopen. Behoeft denk ik niet zo heel veel toelichting. Nee, het is wel leuk om gewoon een beetje grappig te beginnen. Hè? Dus je ziet inderdaad gewoon, ja, wat ik in mijn column doe is foto's bespreken waar je om kan lachen. Op een echt een leuke, grappige manier. Dit is gewoon creatief gevonden. Ik bedoel, al die peilingen. Want dit is een screenshot van een website, ja, even voor de duidelijkheid. Niks aan Photoshop. Nee, zeker. En het nieuwsbericht was een peiling, een van de zoveelde peilingen van Maurice de Hond. Waar blijkbaar de PVV daalde. En ja, er moet dan een plaatje bij. Dus in dit geval, nou, was een lollige beeldtrekker. Ja, hier kon ik wel om lachen. Ja. Ja, hier wel om. Ja, dit is, moet je eerlijk zeggen, dit is een beetje, ik voel me altijd een beetje gênant als ik deze laat zien, maar het stiekem toch, ja, het gelach komt altijd langzaam op gang, omdat je eventjes goed naar moet kijken. En hier ben ik eigenlijk, met deze foto ben ik eigenlijk mijn column begonnen, want dit is een nieuwsbericht over een radiostation dat een boete heeft gekregen omdat ze een gesprek hadden over orale seks. En daar stond deze foto bij met pijpleidingen en ik moet eerlijk zeggen, toen ik die voor het eerst zag, dacht van, nou,
jeetje, is het dus een robot of zo die die plaatjes automatisch ergens vandaan haalt en dat het kop pijpen en dus dan maar pijpen, pijpleiding, bla bla bla. Maar dat is dus niet zo. Er zitten echt mensen die, nou, die ja, ook wel creatief of ontsmaak, hoe je dan ook denkt, maar in ieder geval wel nadenken over die plaatjes. En dit zijn wel twee wel aardige voorbeelden. Ja. We hebben ook een voorbeeld van... Dit is ook wel grappig. Ja. het gekke is dus... ik zie ze dagelijks, dit soort foto's. En ik kan niet elke dag een stukje schrijven. Maar heel vaak valt het mij eigenlijk ook al niet meer op. Weet je? Deze foto heeft echt 1,5 week opgestaan. En nou, toen attendeerde iemand mij erop. En toen heb ik een stukje opgeschreven. En toen, heel vaak zijn ze dan denk ik weg. Wat op zich wel grappig is. Maar... Ja, het valt je eigenlijk gewoon toch niet op. Omdat heel veel foto's... Op de een of andere manier hechten we altijd heel veel waarde aan fotografie. En zien we... Nou, denken we dat... Een foto vertelt meer dan 1000 woorden, wordt dan vaak gezegd en zo. Maar toch, ja, het valt je eigenlijk heel vaak niet op. Tenzij je er echt in één keer op gaat... Ik bedoel, nu ik kan niet meer normale foto's kijken. Want ja, dit... Ja, nou, laten we... Want dit zijn inderdaad wat je zegt, komische voorbeelden. Maar er zijn ook wat, nou ja, subtielere. Misschien ook tegelijkertijd wat ernstigere voorbeelden. Nou ja, hier hebben we een aantal screenshots. Dat is misschien goed uitleg, ja. als jij even de context uitlegt. Nou, dit is een foto die ik op een gegeven moment heel vaak zag. Hier heb ik nog niet over geschreven, overigens. Deze verzamel ik nog. Dit is een foto die ik bij allerlei nieuwsberichten zag. Over moslims, over jeugdcriminelen. Maar met name als het over allochtone problematiek ging. En die foto wordt eigenlijk steeds meer uitgezocht. Ja, ze zijn ook depressief, hè? Het blijkt, deze jongens. Ja, precies. Ja. En ze hebben psychische hulp nodig. En ze zijn 263 keer opgepakt. In de Duwambuurt. Je ziet, die foto wordt af en toe bijgesneden. En hij staat ook op dit boek, het Marokkanendrama. Is er van iets andere hoek, maar dezelfde scène. En die foto die ging me eigenlijk wel echt integreren. Die zag ik overal opduiken. Over een periode van 1,5 jaar of zo kwam ik hem vaker tegen. En je hebt ook wel wat technische hulpmiddeltjes om die vaker op te sporen. En toen dacht ik van, ja, hoe kan het nou dat zo'n foto heel vaak overal wordt geplaatst? En ik was vooral ook wel benieuwd wat die foto nou eigenlijk was. En, want waar kijk ik nou naar? En dat is eigenlijk wel gewoon een vraag die... Dat is een hele makkelijke vraag, maar die heel moeilijk te beantwoorden is. Zeker in het geval van deze foto. Maar als je het eenmaal weet, dan kan je eigenlijk nooit meer normaal naar kijken. Want we hebben denk ik ook de originele foto. Dat is deze foto. Het is een foto die gemaakt is door een ANP-fotograaf. Maar we zien hier niet criminele jongeren. We zien hier niet jongens die psychische hulp nodig hebben. Maar we zien hier jongeren in kamp Westerbork. Die luisteren naar het verhaal van een kampoverlevende. Marokkaanse jongens die niks jatten of ook inderdaad niet depressief zijn. Nee, voor zover het bijschrift het ons informeert is dat niet zo, nee. Nee. Nee, en dat is wel... Kijk, en dat fascineert mij gewoon wel aan fotografie. Weet je, foto's vertellen een verhaal, maar ze kunnen heel veel verhalen vertellen. En ze worden dus ook gebruikt om heel veel verhalen te vertellen. En dat kan heel grappig zijn, maar in dit geval kan het ook behoorlijk schrijnend zijn. Ja, nou, maar hoe erg is dit? Nou, we kunnen nu ook een foto van jou maken. Praten met een klein meisje op straat. En dan is er morgen of over een jaar... Nou, laat pakken weten, over 2 jaar is een grote zedenzaak. Nou, nee, maar dat is goed. Leg even dat proces uit. Dus een fotograaf, die maakt een foto van mij met een klein meisje. Mm-hmm. Die foto komt ergens terecht. Ja. Ja, voor jou is het allemaal gesneden. Ja, maar... een fotograaf maakt een foto en die komt in een beeldbank terecht. Als een fotograaf is bijvoorbeeld bij het ANP, dan komt hij in het ANP is het grootste persbureau. Dan komt hij in een beeldbank waar alle foto's van het ANP zitten. En aan die foto hangen allerlei trefwoorden en er hangt een bijschrift. En op een gegeven moment is er bijvoorbeeld een zedenzaak. Nou, laten we jou nu even fictief als voorbeeld nemen. Een zedenzaak is heel moeilijk te verbeelden. Allochtone problematiek overigens ook. En zo zijn een aantal onderwerpen heel lastig te verbeelden zijn. Dan zou het zomaar kunnen dat een redacteur gaat denken van... Oh ja, zedenzaak, Rotterdam, man, blablabla, man, kind. Laten we gewoon eens even zoeken. En misschien vindt hij die foto dan wel mooi, omdat er een soort van dynamiek is tussen jou en dat kind. En boem, je kan zomaar in één keer bij zo'n bericht belanden. Ja. Zou jij... Nou, kan echt hoor, Geert. Ja. Maar ik laat mijn kinderen niet fotograferen door professionele fotografen. Oh nee? Jij hebt vrienden van jou zijn fotograaf, ja. En die zeggen dan van... Hey, nou, komt niet zo vaak voor. Hoewel ze heel veel verjaardag. Ja. Nee. Om dit soort redenen. Ja. Omdat je als een soort, nou ja, soort hoer op het internet terechtkomt. Ja, nou ja, ze worden op allerlei manieren gebruikt als je de beeldredacteur hebt. Ja, en weet je, en het punt is natuurlijk, en ik heb fotografen zo vertrouw ik volledig. Ik bedoel zeker een fotograaf die daar mij vraagt. Maar weet je, op een gegeven moment zijn fotografen ook gewoon die beelden in die zin kwijt. Zeker als ze bij een aantal grote beeldbanken zijn. Omdat op zo'n redactie bij het ANP zitten mensen ook non-stop trefwoorden aan foto's te hangen. Lang niet alle trefwoorden die fotografen willen dat erbij hangen. Maar ze hangen er toch aan, omdat ANP wil gewoon dat hun foto's verkocht worden.
En Trump heeft ook geen kwaad van zins of iets dergelijks, maar het is gewoon een proces wat daar gebeurt. Dus nee, ik wil dat niet. Maar wie moeten we dan, het zijn allemaal goede mensen volgens jou, maar wie kunnen we iemand hier de schuld van geven? Ja, ons allemaal. Weet je, en dat is wel gewoon, en dat brengt me ook een beetje terug bij mijn onderzoek. Weet je, op het moment dat, want het zou mij ook kunnen overkomen. Dat is wel gewoon belangrijk om te realiseren, weet je. Op het moment dat ik een foto zoek voor een werkstuk of zo, weet je, of voor een praatje. Ik geef best wel vaak een praatje. En het eerste wat ik doe is, ik moet iets over de Erasmusbrug hebben of zo. Oh ja, even op internet gaan, toen op Erasmusbrug en bam, ik trek dat plaatje van internet. Dus ik doe precies hetzelfde, weet je. En ik heb gewoon dan een beeld van de Erasmusbrug of het zomercarnaval bijvoorbeeld. Ik heb dan een beeld van het zomercarnaval, dan wil ik een vrouw en zo, en mooie zonnige lucht en noem maar op. Dus... het is eigenlijk een proces wat iedereen heeft. En wat misschien ook niet per se erg is, zolang we het maar daar bewust van zijn. En die redacteuren bij websites, een aantal redacteuren, want het gaat 9 van 10 keer goed, hè, dat is wel gewoon belangrijk om te benadrukken. Maar die hebben dat proces ook. En ik denk dat het voornamelijk belangrijk is om dat proces gewoon te realiseren. Zie je dit nou alleen op die website of zie je dit ook bij bijvoorbeeld kwaliteitskranten of in die schoolboeken fout gaan? Nou, je ziet het voornamelijk bij websites fout gaan. Als je gewoon naar media nu kijkt. Maar dat is. En kranten minder, alhoewel daar ook foutjes worden gemaakt. Maar daar zie je gewoon dat de productie van de krant duurt gewoon langer. En er zitten meer checkmomenten in. Dat er altijd iemand kan zeggen van, hey, klopt deze foto wel? En bij een website is het gewoon, tik even een berichtje, knal er een foto bij, bam, zet het op internet. En dan is een foutje snel gemaakt. Worden ook heel snel weer gecorrigeerd overigens. Maar bij schoolboeken worden ook foutjes gemaakt. Ja, natuurlijk. Wat is de grofste fout die je bent tegengekomen in 412 schoolboeken? Nou, ik vind die van Troelstra behoorlijk grof. Die staat echt in 1 op de 3 schoolboeken waar die foto staat dat die in 1918 is gemaakt. Dat is 1912 en dat is voor zelfs een historicus op Wikipedia, heel belangrijk. Nou ja, zelfs op Wikipedia. Ik heb vandaag nog even Wikipedia gekeken en daar staat bij Troelstra. Ja, hij staat er nog steeds op. Ja, ik ben benieuwd hoe lang. Ik nodig er iemand uit om dat aan te passen. Maar nee, zeker dat vind ik een grove fout. Maar die Dolomina-foto, er zijn allerlei andere foto's die heel erg lijken op die Dolomina-foto. Er is bijvoorbeeld een foto die gemaakt is in 2005, waarin een vrouw ook een buik laten zien en baas een eigen buik. Maar dat zijn echt geen Dolomina's, die waren er al lang niet meer. En die staat ook nog steeds op een website van een middelbare school uit Hardenberg of iets dergelijks. Er staat hier ook nog steeds Dolomina's laten hun buik zien in 1970. Weet je. Dus dat komt gewoon best wel vaak voor. We houden onze ogen open voortaan als we het internet afstruinen. Heel goed. En we laten ons niet fotograferen. Nou ja, nee. Want ik wil niet fotografen het werk onmogelijk maken. Maar denk er gewoon over na. Ja, doen we. Dankjewel. Hartstikke goed.